Is nieuws. Sorry, ik viel te vroeg in de reden. Deze nieuwsuitzending. Dan ga ik het hebben over de martelgang van Kromme Lendert. Ik heb 108 luisteraars gehad. Kennelijk waarderen ze mijn Hollandse interpretatie van het Brabus. De martelgang van Kromme Lendert. Dat is ook leuk voor als jij een moeder bent, hè? Ja, stop je kind in bed. En laat hem dit horen. Heur. Laat hem heur. Geen geintjes. Aam de Jong is door de katholieken doodgeschoten. Ja, die katholieken doen dat wel vaker. Dus geen enkel nieuws. Ik heb een beetje lamp. Kom maar. Een lamp doet er niet goed. Zo het. Ja, nu gaan we ons goed gedragen. Kijk, ik ben de baas, hè. En niet de lamp. Fok, ligt hij nou goed open? Ja. Gaan we door. We zijn bij pagina 22 gebleven. Die pak ik daar helemaal. Ja, ik doe het wel. Ja. Aan de linkerkant beginnen. 22 en 23. De martelgang van Kromme Lendert. Van A.M. de Jong. De man die is doodgeschoten door de katholieken. Nou, daar gaan we dan, hè. De microfoon een beetje dichter, bier. Ja, het gaat een beetje om een normaal praat, snap je? Daar moeten we goed overkomen, anders hebben we helemaal niks aan. Hè? Die microfoon nog een beetje meer werk. Hey, microfoon, je bent van mij, hè. Via internet. Ja, vroeger werden de kinderen voorgelezen live tot live. Ja, maar tegenwoordig moet dat via internet. Dus heb je een microfoon nodig? Mijn dochter wilde dit boek nooit lezen en nooit voorgelezen kregen. Nee, niet de martelgang van Kromme Lendert. Nee, dat gaan we niet doen. Mijn dochter is een homo. Want jullie luisteren naar mij. Daar gaat hij weer, hè. De martelgang van Kromme Lendert. Omdat wij 108 Elohim bedoel ik, hè. Wij, koninklijk meervoud. Wij hebben 108 views gekregen. Nou, dat vind ik de moeite waard om dan pagina 22 en pagina 23 ook te gaan voorlezen. Buckle up, strap on. Wordt glad voor wat, man. Heel je gezicht zit vol zwarte spieren, giechelde ze. De slik zit tot in je oren toe. Dat geeft niks, verwierp hij luchtig. En gij het ook, spieren in je gezicht. Je mijn oor is bekaand, immel zwart. Hij schoot op zijn beurt in een lach, toen ze met haar schortje de zwarte spetters tot een groezelige vegen uitsmeerde. Wacht, zei ze kordaat. Ik zal nog een ekertje water halen, en dan kunnen ze dan kunnen we ons eigen wassen. Godde gij alvast, maar naar de blik dan. Zij beende haastig weg, het emmertje in de hand,
de rinkelende ketting lang slepend achter haar aan. Moeizaam hees de kromme zich aan zijn krukken overeind. Een verju, wat was hij stijf en pijnlijk van het lange zitten en liggen op de harde grond. Zijn gezonde been sliep. Wat een zot gevoel. Net of er 100.000 mieren doorheen liepen. En ze staken nog ook, de schmekkers. Pijnlijk strompelde hij naar de bleek en ging op het bankje zitten, de stekende rug gestrekt tegen de appelboom. Even deed hij zijn ogen dicht, duizelig van vermoeienis. Dat is ook een veel te zware dag. Zou hij weer uren wakker liggen, vannacht, en aldoor de klok horen slaan? In huis en daarna die van de kerk? Die mooie klare galm, die vage stem, wegdrijvend naar heel, heel ver. En morgenochtend zou zijn moeder brommen, omdat hij niet uit zijn bed kon komen en ieder ogenblik weer loom indommelde. Maar dat mag. Wat, ik moet even een aanwijzing. Ik heb een jat nodig, hè? Hey, ik ben Joodse. Ja, Joden hebben jatten. Even een briefje erbij. Geen goed briefje. Nee. Ja. En morgenochtend zou zijn moeder brommen, omdat hij niet uit zijn bed kon komen en ieder ogenblik weer loom indommelde. Maar dat spelletje met die polder was toch spannend en plezierig geweest. Wat had hij al die doorrakken de vuile streken lekker betaald gezet. Verzopen waren ze als ratten in de val. En hij had zelf de dijken doorgestoken. Anneke kwam hijgend aanzeulen met haar emmertje water. Onderzoekend keek ze hem aan. Was hij er nou ineens weer wit? Zei ze bezorgd. Zij de weer niet goed? Jawel, maar ik zijn veel moe, zie je? Kom hier, dan zal ik die zwarte speren eens van je koken wassen, bedisselde zij bedrijverig. Dompelde de rode zakdoek, waar ze haar eigen gezicht ook mee gereinigd had, in de emmer en begon hem te boenen. Stil liet hij haar begaan, de armen slap hangend langs het lijf. Het was eigenlijk een kinderachtig gedoe, maar toch prettig. En geen mens zag het, die er later over zou kunnen spotten. Wat een resoluut ding dat Anneke, volgende pagina, was. Ze deed waarachtig net als een moeder. Lekker dat koude water aan zijn wangen en slapen. Druppels liepen bibberig zijn hals in en trokken ijzige streepjes over zijn borst. Ha!
daar kwikte hij nou helemaal van op. Anneke sloeg de zakdoek pletsend door de emmer, wrong hem uit met haar stevige rode knuisjes en droogde er toen zijn gezicht mee af. En de kromme gaf zich maar tevreden glimlachend over aan die heerszuchtige, bezige handjes. Hij, die anders kribbig werd, als zijn moeder hem al te veel helpen wou en altijd gereed stond met een gemelijk gehinderd. Gemelijk gehinderd. Laat me toch, ik kan het alleen wel af. Ik ben geen papkind. Anneke nam zijn hoofd tussen haar handen, draaide het naar links, naar rechts, peuterde met een vinnig vingertje in de zakdoek nog een dikke zwarte spetter diep uit zijn linkeroor en verklaarde dan voldaan. Ziezo, nou zie er weer fatsoenlijk uit, broers Koeker. Ge zij bedankt, oor Anneke, zei de kromme en lachte. Dan had hij weer hetzelfde vriendelijke, aardige gezicht van daar straks. Hij was wezenlijk zo lelijk niet, als je maar niet zo is grimmig deed. Ge zei, gadvergrimmen, net een moedertje, plaagde hij. Eén je zoon is 2 jaar ouder als gij. Daar zie je ook alle dagen niet. Meske? Ze bloosde verlegen en zei, nesterig, mooi woorden. Ach, jongen, scheert. Linder lachte nog harder en het lelijke woord uit dat pruilende mondje en nijdig smeet ze. Met een zwaai, het vuil geworden water over het andijviebed. Daarna lachte ze overwonnen mee. En onder een invallende gedachte vleide ze. Speel nu eens wat. Op je mond, eugeltje, voor me. Kromme. Toe. We kunnen gij zo mooi. Dat is goed. Maar dan moeten mij gaan mijn mondorgel voor mijn uit een uus al. Besleutel van de achterdeur leed in de mosgat achter de steen. Eén de mondorgel leed achter op het kamenet. Als je op een stoel gaat staan, kunt er wel bij. Anneke dribbelde weg, bracht ordelijk de emmer op zijn plaats, grabbelde de sleutel uit het morsgat in de achtermuur tevoorschijn en verdween in huis. De kromme bleef tevreden voor zich uitkijken, ademde diep de zoele zomerlucht in. Alle haatgedachten dreven zachtjes uit hun bed. En een weldadige warmte gleed zijn hart binnen. Als ze nou zou voorstaan, is allemaal zo. Volgende pagina doorzetten van. Dit is het meest verschrikkelijke boek ooit geschreven. In het Nederlands dan. Ja, je moet er maar van houden. Ja, volgende pagina.
Mijn dochter wilde dit niet horen. Komt uit Brabant. Ja, snap je? Een beetje soepen met z'n allen. Wel, ik weet wel dat Brabant heel dicht in de buurt ligt van Limburg, maar dan nog. Ja. Dus er is geen reden om Brabo's te dissen. Het is Brabantse literatuur, snap je? Gaan we door. Even kijken dan. Als ze nou voortaan dus allemaal zo tegen hem waren als Anneke. En waarom kon dat niet? Hij deed toch uit zichzelf geen mens kwaad. Maar het was vreemd. Ze konden nou eenmaal niet uitstaan dat hij zo lelijk en zo ongelukkig was. Net als wanneer ze een schuwe, magere, scharenskliepers hond. Wat is dat nou weer een woord? Scharenskliepers hond zagen. Die bangelijk door de goten snuffelde. Dan liepen ze juilend op hem af, gooiden hem met stenen en lachten zich slap als ze hem geraakt hadden en hij jankend en met de staart tussen de benen wegvluchtte. Maar de grote, sterke, vlugge Duke van de schapenherder, die lieten ze wel met rust. Die flikten ze om, die flikvlooiden ze om hem naar zich toe te lokken en dan stoften ze dat hij hun een poot gegeven had. Dat is een goede zin. Wat meestal niet eens waar was. Lamzaken waren het eigenlijk. En dan drifte weer verzet in hem aan, maar Anneke kwam uit de achterdeur gehold, zwaaide de hand naar de mondharmonica, zwaaide de hand met de mondharmonica vrolijk boven haar krullen en sprong als een jong bokje over het pad op hem af. Toen lachte hij weer om haar blij gezichtje. Wat zakt nou eens voor je spullen? Vroeg hij gewillig. Dat geeft niet. Al wat me gewild. En de krommen speelden. Het ene schoolliedje na het andere. En alle wijsjes die hij kende. De oude liedjes die soms een moeder zong. En Anneke neuriede de wijsjes die ze kende mee en zat voor hem in het gras en bewoog haar hoofdje op de maat heen en weer. Dat de dikke krullen soepel over haar schouders dansten. Het simpele muziekje dreef wiegelend op de lichte zomerbries door het zonnige tuintje. En in de appelboom zat een goudig glanzende spreeuw met een scheef gebogen kopje aandachtig mee te luisteren. Toen Lindert eindelijk zijn hele repertoire had afgespeeld, liet hij vermoeid het instrumentje zakken en keek vriendelijk naar het stralende gezichtje in de krans van de wild uiteengezwaaide krullen. Mooi, prees ze zuchtend. Zou ik daar ook kunnen leren? Krommen? Waarom niet? Lachte deze. Zo moeilijk is het niet hoor. Wilde Gert me leren? Rust hoor. Nu toch? Nou, bel je op. Toen woelde er een vreemd verlangen in hem op. En hij voegde erbij. Akmen Anders is de. Akmen Anders is de je krol mag roefelen. Akmen aanden, Esther,
je krol mag roefelen. Anneke lachte helder, kwam overeind, boog het kopje naar hem toe en zei: "Doe dan maar." Beide handen begroef hij gretig in het warme, zachte, onder zijn vingers levend.